The scariest monsters are the ones that lurk within our souls. Rufus Wilmot Griswold met stip op 1. Griswold bundelde in zijn ontologie de Poe's en Poetry van Amerika, de beste poëzie die de VS voor de zender voorgebracht, maar nam er niet meer dan 3 gedichten van Poe op. Diezelfde Griswold werd geoefend bij Brains Magazine en kreeg vanzelfde werk niks van aards. Beide hadden ook nog eens een opgave van op de religie dichtste Francis Sargent Osgood. De grootste plakakte zou Griswold uitdelen direct naar Poe zelf. Hij hedelde hem in een gedenkschrift en probeerde zijn reputatie kapot te maken. Arme Griswold. Alleen voelt de rust op zijn baan. In 1849 reist hij met een veerpont naar Brooklyn en krijgt een epileptische aanval, waarna hij in het water valt en nagenoeg verdrinkt. In 1853 ontspoort een terrein en valt van een brug in een rivier, waarbij Griswold's 15-jarige dochter verdrinkt. In Celle Diano vindt er een gasexplosie plaats in zijn woning. Hierbij raakt zijn gezicht ernstig verbrand en verliest hij 7 vingernagels. In 1857 tot slot ontwaakt zijn slepende tuberculose volledig, waarna hij bijna al zijn vrienden verliest. Hij overlijdt kort daarna op 42-jarige leeftijd en wordt als de 8 jaar begraven in een anoniem graf.